Waarom hebben jullie het boek De Kracht van Scrum geschreven? Dat is eigenlijk tweeledig. De eerste reden is dat er eigenlijk gewoon geen Nederlandstalig boek is over Scrum. Dus de behoefte aan een Nederlandstalig boek is aanwezig, dus dat was de reden. De tweede reden dat we het boek hebben geschreven is dat we in de praktijk merken dat het gewoon toch lastig is om de principes van Agile en van Scrum aan managers en directieleden uit te leggen. Dus het is belangrijk dat ze snappen waarom het werkt. En het is gewoon niet voor iedereen evident wat het betekent om een grote planning voor een lange termijn met heel veel onzekerheden los te laten en dat niet meer te doen. En in plaats daarvan een planning te maken voor een hele korte termijn, maar die wel heel veel zeker is. Dus in plaats van een schijnzekerheid voor een langere periode, bied je zekerheid voor een korte periode. Nou, en om dat te bereiken hebben we dus als vorm gekozen voor een boek in een romanachtige vorm. Het gaat over Mart Versteeg, CTO van een softwareproductenbedrijf, die een project heeft met een probleem bij een klant. Waar die klant wordt geroepen en je krijgt nog één laatste kans. En vervolgens komt hij bij toeval op Scrum uit en gaan ze daarmee aan de slag. En dan volg je dus ook de gedachtegang van Mart van wat hij met Scrum kan en wat de problemen zouden kunnen zijn, inclusief de toepassing ervan tijdens de eerste sprints. Ginny, wat willen jullie met dit boek bereiken? Nou, als eerste natuurlijk dat gewoon de principes en de kracht van Agile bekend wordt. En dat het dus ook mensen die het in de praktijk gaan toepassen, geholpen worden met het succesvol gebruiken en toepassen in hun werkomgeving. Ten tweede hopen we met dit boekje toch ook directieleden te kunnen benaderen. Omdat die heel erg nodig zijn bij dit soort veranderingen. En ja, ze ook moeten snappen wat ze kunnen doen om de vruchten van Scrum te plukken. Dus dat is wel een van de dingen die in het boek wel centraal staat. Ja, en het is wel gericht op management. Maar ook dus zeer zeker voor mensen die daar veel mee in aanraking komen. Het biedt de argumenten om in dat soort gesprekken management de argumenten te geven om Scrum toe te passen en te begrijpen waarom Agile belangrijk is en wat ze moeten doen om dat succesvol toe te passen. Hoe kan dit boek een bijdrage leveren aan het succes van ICT-afdelingen en andere organisaties? Nou, het boek kan natuurlijk helpen bij het toepassen van Scrum. Maar er zijn natuurlijk ook anderen die niet per se die stap in één keer willen maken. Voor hen kan het vooral werken als een spiegel. Dat je jezelf afvraagt, waarom doen wij de dingen eigenlijk zo, zoals we ze altijd doen? Bijvoorbeeld het vragen van feedback wordt in veel projecten uitgesteld tot het einde. Dus de acceptatietesten komen pas aan het einde. Is het budget al grotendeels opgesoupeerd? Dus dan ga je feedback vragen aan eindgebruikers. Maar eigenlijk wil je geen feedback, want je kan het toch niet verwerken. Nou, binnen Agile doe je die feedback zo snel mogelijk en daardoor kun je nog wel bijsturen. Een ander voorbeeld is het bevriezen van de scope. In veel klassieke projectbenaderingen wordt de scope krampachtig bevroren. Maar wat is het nou eigenlijk, een aanpassing van de scope? Een aanpassing van de scope is eigenlijk dat je erachter komt dat je zegt op basis van voortschrijdend inzicht, we moeten het anders doen. We hebben het nu door hoe we het hadden moeten doen. Dus we zien verbeteringen om dat te doen. Ja, die moet je natuurlijk altijd meenemen. En dan vervolgens zie je dat in projecten de scope wordt bevroren. Dat is met elkaar in tegenspraak. En je laat dus zien dat met vrij simpele maatregelen je wel de omvang van de scope kan bevriezen, maar daarbinnen wel flexibel kan zijn om dus te zorgen dat het beter wordt. Een derde voorbeeld is het eerder bieden van toegevoegde waarde. Klassieke benaderingen die leveren een systeem pas op aan het einde. Als het project is afgelopen, pas dan kan je het gaan gebruiken om waarde toe te voegen. Nou, Scrum doet het anders, want Scrum zegt van nou, wat is nou het allerbelangrijkste? Waar bied je nou de meeste toegevoegde waarde mee? Nou, dan maken we dat als eerste, zorgen dat werkt en leveren dat al uit. Dan kan je dat al direct in je businessproces gaan toepassen. Kan je dus ook veel eerder binnen je project al geld gaan verdienen met datgene wat je aan het doen bent. Nou, dat levert eerder waarde op, maar het verkort je terugverdientijd met enorme grote hoeveelheden. Want je gaat tijdens het project al je geld en je investering terugverdienen. Nou, dat is zo anders dan in andere aanpakken. En we hopen, laten we zeggen, met dit boek een soort spiegel voor te houden. Zeggen we, het kan ook anders en het kan ook beter. Wat maakt dit boek bijzonder in vergelijking met andere boeken over Scrum? Nou, ten eerste dat het een Nederlandstalig boek is. Alle boeken die over Scrum beschikbaar zijn, zijn Engelstalig. Maar dat zijn ook vooral theorieboeken die de essenties uitleggen en die je echt als studieboek moet gebruiken. We hebben een managementboekje geschreven, een boek dat een verhaal vertelt. Een verhaal over een persoon in problemen die dit gaat oplossen met Scrum. Dus we richten ons ook op een management- en directiedoelgroepen. Dat maakt het boek ook wel bijzonder. Een van de reviewers van het boek, een CIO van een bekend bedrijf in Nederland, zei ook in zijn quote die in het boek is opgenomen van het leest lekker weg en je hebt eigenlijk geen moment het idee dat je een leerboek aan het lezen bent.
Nou, dat is ongeveer het grootste compliment wat we kunnen krijgen. Wat zijn je verdere ambities met betrekking tot dit boek? Nou, allereerst willen we natuurlijk dat het boek zoveel mogelijk gelezen wordt. Dus we zijn ontzettend aan het promoten dat iedereen weet dat het boek bestaat en het kent. Daarnaast gaan we het ook internationaal uitgeven. We zijn ver in gesprek met Jeff Sutherland, de bedenker van Scrum, om het ook in het Engels te gaan brengen. En op dit moment zijn er ook in Duitsland mensen bezig, in Portugal en in Frankrijk, om het boek in hun taal uit te brengen. Daarnaast zijn we bezig, en dat is wel de ambitie, om ook Scrum buiten de IT te gaan krijgen. Want het prioriteren op waarde, het toevoegen van feedback, het geven van zelfsturing, het focussen op werkend product, dat zijn principes die in iedere omgeving toepasselijk zijn. En niet alleen in de IT. Eelco Rustenburg heeft bijvoorbeeld zijn hele huis verbouwd met behulp van Scrum. Ik was van de week bij een bedrijf, daar is de Scrum Master op dit moment aan het verhuizen. En alle dingen die in het verhuisproject aan de orde komen, dat doet hij met een backlog en dat doet hij met Scrum. Dus de ambitie van ons is toch wel om de agile principes ook buiten de IT van toepassing te laten zijn en te helpen om ook anderen de vruchten van Scrum te laten plukken in het doen van projecten die niet per se IT gerelateerd zijn.